Voetballen, skaten, basketballen en wielrennen. 10 dagen lang ging het alleen maar over sport in Dordrecht. Onze stad was namelijk gastheer van de Nationale Sportweek, georganiseerd door het NOC-NSF. Met als doel zoveel mogelijk mensen aan het bewegen te krijgen. Daarom werden er tal van clinics en toernooien georganiseerd. De week werd afgesloten met een festijn speciaal voor kinderen op de Sportboulevard. De wethouder kijkt terug op een geslaagd event. Ja, geweldig. We hebben echt, de opening was natuurlijk hartstikke mooi. Met heel veel mensen erbij die ook wat voor Dordrecht kunnen betekenen. Zowel uit Den Haag, maar ook van het NOC-NSF. Maar ook vele anderen. En daar zijn ook hele mooie verbindingen gelegd. Hè? Zoals met tussen ziekenhuizen en het SIOS. Om mensen die ziek zijn die geopereerd moeten worden, zo fit mogelijk in die operatie te krijgen. Maar ook heel veel kinderactiviteiten. Om kinderen lekker aan het sporten te krijgen en aan bewegen vooral. En de opening was natuurlijk bij de Kiem, de school. Geweldig hoe dat daar gaat. En vandaag een prachtige sluiting met voor alle kinderen, alle activiteiten die ze kunnen doen. En ik hoop echt van harte dat heel veel kindjes lekker gaan bewegen en lekker gaan sporten. En dat we in 2030 de meest sportieve stad zijn van Nederland. En als het aan de wethouder ligt, blijft het niet bij deze ene keer. Ik hoop dat we volgend jaar nog een keer gaststad mogen zijn. En dat we dan kunnen zien wat we hiervan geleerd hebben, wat we ermee gedaan hebben. Dat we die voortgang kunnen laten zien met alle activiteiten die we gedaan hebben. En dat we volgend jaar nog eens een keertje, misschien nog wel groter, dit aan kunnen pakken.